Het is gelukt? Ja, het is gelukt. Ja, er ligt een ijsvloer, maar de kinderen kunnen schaatsen en de leden van Noord-Laarden. Ja. Hoe dik is de ijsvloer? 1,5 centimeter. Dus. Is dat genoeg voor een beetje recreanten schaats? Ja, ook niet, dat moet ook een beetje meer bij. Hoor, want ja, en voor de marathon moet je sowieso al 3 hebben, maar voor de recreanten is die genoeg. De marathon is toch wel het doel, hè? Nou, dat is mooi om erbij te doen natuurlijk. Dat leeft altijd in Noord-Laarden, maar ja, dat zit er dit weekend niet in. De dooienval komt eraan. En, nou ja. Dat wisten we ook van daarvoor, maar desalniettemin maken we toch een ijsvloer voor de leden en voor de schaatsliefhebbers. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? 1 nacht. Dit is 1 nachtje. Gisteravond om 6 uur begonnen. Het was vanmorgen 9 uur. En de komende nacht nog een keer. En dan kunnen we morgen de ijsbaan echt opengooien. Open. Hoe doen jullie dat? Hoe leggen jullie hier zo'n ijsbaan? Nou, met een voormalige giertank en dan nevelt het water over de baan heen. Maar dan moet wel echt vriezen, zeg maar, meer 4. En dan laagje voor laagje breng je het aan. Schaatsen onder schooltijd? Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Ja, is het pauze of heb je gewoon vrij? Nou, we hebben geen van beide, maar we hadden wel afgesproken met onze school dat we sowieso nog een eventjes zouden gaan schaatsen. Want het is toch maar tijdelijk, dus we kunnen het altijd nog eventjes uitproberen. Hoe lang denk je nog dat je kunt schaatsen? Nou, ik heb gehoord dat het zaterdag weer gaat dooien, dus ik denk alleen vandaag en morgen misschien ook nog. Maar ik hoop dat het daarna weer gaat vriezen. En dan een marathon? Ja, natuurlijk. Dat wordt natuurlijk wel hartstikke leuk. Het zou wel echt te gek zijn. Hoe is het ijs? Het is wel heel mooi ijs, alleen jammer genoeg is het wel op een paar plaatsen is het afgezet omdat het te dun is. Dus ik hoop dat vanavond gaan ze weer een nieuw laagje waarschijnlijk opleggen. Dus ik hoop dat het morgen weer wat steviger is, zodat ik dan weer kan schaatsen.